De piano is altijd mijn leven geweest. Ik ben begonnen met spelen op mijn 6e. En sindsdien heb ik altijd een carrière in dat vak gehalveerd. Ik heb niet een bepaald doel, een einddoel in zicht. Maar ach, onderweg komen er allerlei kansen. En aan de hand van die kansen bekijk ik waar, in welke richting ik me wil ontwikkelen. Concoursen vind ik lastig om dat als een carrièrebevorderend middel te zien per se, omdat je toch uiteindelijk niet het resultaat in eigen hand hebt. Alles wat je kan doen als pianist zijnde is goed spelen op een concours. En je zal nooit alles kunnen winnen. Je zal heel erg veel verliezen. Maar mijn filosofie is dat zolang je op een hoog niveau speelt en je maar aan concoursen blijft meedoen, dat het je op een gegeven moment wel raakschiet. Een van mijn grote hobby's is koken. Dus hoogstwaarschijnlijk zou ik iets met de culinaire kant hebben gedaan. Ja, misschien chef worden.